Welkom bij Basta! Wij gaan jullie vandaag een rondleiding geven door... de Sint-Aloysius Basisschool. Kraanvogel. Basisschool De Bron. Wij gaan nu een bezoekje brengen aan meester Pieter, want hij is namelijk onze rimpelkoning. Deze week gaat Basta over Ajax, ziektes door de eeuwen heen. De openbare bibliotheek, discriminatie en veiligheid. Hoe komt u eigenlijk aan deze hoeveelheid rimpels? De burgervader is van ons allemaal. Van der Laan is zijn naam, burgemeester is zijn baan. Waarom wordt vrijwel op elke school in Amsterdam gediscrimineerd? Helaas pesten kinderen elkaar heel vaak. Ik ben om twee redenen gepest, om mijn neusallergie en om geloof. En zijn er ook plekken hier in Zuidoost waar je liever niet komt? Ja, zoals daar waar de jongen neergeschoten werd. Daar ben ik bang om te komen. Dit zijn mijn twee moeders, Constance en Caroline. Hier achter mij gebeurt het allemaal. Ja. Waar ben jij nou het meest trots op hier in Zuidoost? De arena. Wie doet altijd je haar? Mijn haar? Dat doet mijn nichtje. Hoe oud bent u eigenlijk wel niet? Welkom bij onze nieuwe politieke rubriek. De vervelende vraag. De vervelende vraag. Hoe komen we nou aan een lief en aardige burgemeester? Wat gaat u doen voor de kinderen van Amsterdam? Een goede burgervader zijn. Er zijn twee soorten ziekteverwekkers. Virussen en bacteriën. Ik kwam erachter dat ik op jongens viel en dus homo ben. Doordat ik de aandacht van een bepaalde jongen heel leuk vond in groep 7. Mag ik u rimpels tellen? Respect, dat geef je aan elkaar, respect. Het Leidseplein is in de 17e eeuw aangelegd. 104, 105, 106. Ik ben tel kwijt. Een van de grootste en meest angstaanjagende ziektes uit die periode was toch wel de pest. Ook wel de zwarte dood genoemd. Je gaat gewoon niet iemand pijn doen om hoe hij is. Want je doet hem zo pijn als zijn uiterlijk, maar ook pijn aan het hart. Skypen, bloggen, chatten, alles kan. The sky is the limit. Ja, we worden wereldberoemd. Dus ook deze week allemaal kijken naar... Monster! Hé, shamig, wat kunnen jullie schreeuwen.